Antwerpen. Antwerpen is waar mijn vrienden zijn. Antwerpen is waar mijn kinderen geboren zijn en leefden. Antwerpen is waar ik werk. Ja, Antwerpen is mijn stad. Antwerpen is waar ik woon. Want er zijn dagen dat ik met 10 verschillende nationaliteiten moet vervoeren. En die hebben allemaal een ander idee van leven, van achtergrond. We kunnen allemaal waar lezen, als één woord, maar wat voor mij waar is en wat voor u of voor de andere is niet altijd dezelfde. Maar dan je krijgt een beetje van al die dingen. Mijn meisjes van 16 jaar oud, die wonen in die dorpjes en die komen naar de stad, die moeten naar Nox. En ik kan me niet goed voelen als ik die op de straat laat en terug vertrekken. Ik moet wachten. Door die binnengaat. Het kan een voorkeur van job voor mij zijn. In de manier dat je veel leert, met veel verschillende mensen moet je omgaan. Blijven doen, dat is gewoon voor die brood. Bijvoorbeeld een klant halen die duidelijk u laat weten dat je geen Afrikaanse taxichauffeur bestelt hebt. Maar voordat we bij hem thuis komen, die heeft mij drinkgeld van de maand gegeven. Laat hem uitspreken. En daarna doe ik mijn opmerkingen in een positief man, in een manier, in een positieve zin. Ik kom thuis en geef gewoon grote drinkgeld. Ik ben Silla. Ik ben al 4 jaar en een paar maanden taxichauffeur in Antwerpen. Ja, solidariteit, dat zal voor iedereen dezelfde moeten zijn, denk ik. Is ja, geven en nemen aan elkaar denken, rekening houden met elkaar op die menselijke vlag. En, ja.